Wij zijn in het For Freedom Museum en wel voor een aantal goede redenen. 1, 15-jarig bestaan. 2, een totaal nieuwe vleugel geopend of een nieuwe cel, of hoe zeg je dat? We vragen het aan de broeders Jones, hè. Zij gaan mij wegwijs helpen, denk ik. We hebben dus een nieuwe hal. Je hebt een twee-seconden-lijm, een twee-componenten-lijm. Bij ons is het een vier-componenten-project. Verklaar je nader. Eerst en vooral heb je dus het project Behaat. Die mensen zijn dus luchtvaartarcheologen die gevallen vliegtuigen gaan opsporen en ook nogal dikwijls vinden. Die vinden dus allerlei zaken. Dat kan een motor zijn, dat kan ook een cockpit zijn waar een piloot nog in zit. Dat wordt hier tentoongesteld. Dat wordt gevisualiseerd door de striptekeningen van Thomas Ducajou, die dat op een ongelooflijke manier weerbrengt. Dan heb je onze verzameling poppen, die illustreren hoe die piloten en die bombercruiser uitzagen. Vindt vijand en vriend van toen. En om eigenlijk het project af te ronden, heb je de fantastische decors van Pierre Verbreid. Nieuwe hal, Danny, inderdaad. Monnikenwerk, hoe lang is men daarmee bezig geweest? Dat is zo in 1, 2, 3 niet gegaan, dacht ik. Nee, laten we zeggen dat het 6 maanden planning vergt en dan 6 maanden werk. We zijn nu heel blij dat we kunnen openen. Het is bijna af. Maar het vraagt eigenlijk bloed, zweet en tranen en ook veel geduld. En je moet ook kunnen rekenen op bepaalde leveranciers. En dan als er iets tegenvalt, dan blokkeert dat heel de rest van uw tijdschema. Maar we zijn fier dat we er zijn. En we zijn ook heel dankbaar aan de provincie West-Vlaanderen, die ons toch een heel interessante financiële medewerking verleent. Ook de gemeente Knokke-Heist, die jaarlijks een bijdrage stort. En ook Toerisme Vlaanderen, die dus ook een renteloze lening, waarvan dat we 3/4 terugbetalen over een periode van 5 jaar. Zonder al die zaken is dat allemaal niet mogelijk. Wat ik zeg, dus de investering voor de twee loodsen bedraagt nu al €450.000. Tegen dat je dat allemaal weer terugverdiend hebt. Dus je ziet, we zijn nog jong en levenslustig. En het is nog niet af, hè, dus we doen boord. Jullie stralen. Mijn volgende vraag is dan uiteindelijk, je straalt, en dat mag. Maar hoe kom je aan al die dingen? God ja, in 1, 2, 3, dat lukt ook niet, hè? Nee, inderdaad niet. Ik zeg het dikwijls aan mijn broer. Het verzamelen zit mij eigenlijk al van jongs af in het lijf. En wat dat we nu tonen is eigenlijk de vrucht van 40 jaar her en der gaan zoeken en contacten opbouwen in Frankrijk, in Groot-Brittannië, overal in de wereld eigenlijk. En dat resulteert in fantastische zaken, artifacts die we kunnen op mannequin zetten, kentekens die we samenbrengen op een kader. En zoals ik zei in mijn speech, als je dus het militaria gebeuren kunt koppelen aan historisch, aan de geschiedenis, is dat een fantastische beleving. Na al die tijd zijn die contacten dan ook een stukje eenvoudiger geworden, neem ik aan. Daarmee bedoel ik niet dat het als een fluitje van een cent gaat, maar toch. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk zijn wij wel, hebben wij een naam in de verzamelaarswereld. Iedereen kent ongeveer wel het For Freedom Museum. Je mag van Normandië tot in Noord-Holland gaan. Je gaat nergens de kwaliteit zien dat wij aanbieden aan onze bezoekers. De poppen zijn gewoon echt uniek. Dankzij het wassenkoppen systeem dat wij toepassen. Die koppen zijn zelf ouder dan 100 jaar meestal. En voilà. Het is gewoon een schitterende verzameling die we kunnen, dankzij al die mensen die ons helpen, tentoonstellen. Oké. Ik heb ook nog begrepen dat er nog een wens is, hè. Men wil hier nog iets speciaals neerpoten. Ik heb ook gehoord inzamelactie, dat allemaal zou lukken. Maar jij kan dat beter vertellen, Danny. We gaan nu van start met een crowdfunding systeem, waarbij dat we eigenlijk onze droom is binnen de 5 jaar een heel mooie replica van een Spitfire Marine vliegtuig hier neer te poten in de tuin. Omdat dat toch altijd het vliegtuig is, het icoon van Wereldoorlog 2. En doordat wij ook een beetje van Britse origine zijn, uiteraard, zouden wij hier heel fier zijn en ook heel tevreden zijn om zulk toestel hier in ons museum te kunnen tentoonstellen. Ik heb ook het prijskaartje gehoord, of heb ik dat niet goed gehoord? Het is inderdaad £70.000. Dat is dus wel iets meer dan €70.000. Maar bon, we hebben er vol moed in. En ik zie dat de mensen zeer gul zijn. We hebben hier eigenlijk de samenwerking gevraagd ook van Chocolaterie Van Euten. En die jongen heeft ons iets ontworpen. En ik moet zeggen, vorig jaar hebben we de actie gedaan voor Oekraïne. Met een praline in de vorm van de Oekraïnse vlag. Nu is het een Spitfire en we zijn heel tevreden dat we dat kunnen aanbieden aan ons publiek, die ons zeer genegen is, moet ik zeggen.
Ik heb nog 3 woorden. Gefeliciteerd en heel veel succes. Dank u wel, Erik. Dank u wel. Dank u wel, Erik. Dank u wel. Nieuwsgierig zoals wij zijn, ik hoorde daarnet iets over de pralines. En Oliver van Nuiten, die weet daar alles over. Ontwerper, designer, ik weet niet hoe dat ik dat moet noemen. Zeg jij het maar. Yes, het is inderdaad, het blijft nog altijd een beetje kunst, gecombineerd met het culinaire. Nu, het is voor een heel mooi doel, want uiteindelijk willen ze hier een Spitfire in de tuin komen zetten. Dus we proberen mensen te doen doneren met een klein geschenkje erbij te geven. Dus ik heb pralines ontwikkeld in de vorm van een vliegtuigje, samen met dan nog 2 andere pralines, met dan de foto erop van de Spitfire. Hele mooie klassieke vullingen, zodanig dat iedereen toch wel iets lekkers vindt. Het lag een stukje voor de hand, hè, maar je moet er toch maar opkomen. Ja, inderdaad. Dat is een heel mooi concept van Danny. Want Danny Jones is naar mij gestapt om te zeggen van kijk, ik heb een idee en ik wil graag dat jij iets ontwikkelt. Dus ik heb gezegd, kom volgende week nog eens terug. Ik zal eens een beetje nadenken enzovoort. En uiteindelijk met dit mooie conceptje op de proppen kunnen komen. Je hebt er 7 dagen over nagedacht dus? Ja, ongeveer. Tussen al de rest van de bestellingen en zo, het is altijd wel de moeite om alles te proberen kaderen en ervoor te zorgen dat ik zo snel mogelijk kan werken. En hoe snel ziet zoiets de daglicht dan? Redelijk snel. Ik denk dat ik totaal denktijd toch iets van een goede 2 dagen nodig had om zeker echt wel het design en ervoor te zorgen dat alles wel mooi was. En ook natuurlijk met de kleuren van de Spitfire. Het was echt de bedoeling dat het allemaal mooi bij elkaar stond en op elkaar trekte. Ik ben ook nieuwsgierig naar die vulling. Je zegt, ik heb lang nagedacht over de vulling. Ja. Wat zit er eigenlijk in dan maar, hè? Dus we hebben 3 pralines. De eerste is de gezouten boterkaramel. Dat is een recept dat ik op mijn 19 jaar heb samengesteld en er is nog niks aan veranderd. Ook mijn persoonlijke favoriet. Dan hebben we het vliegtuigje zelf. Is een huisgemaakte praline. Dus heel grof qua textuur. Maar enorm lekker. Heel veel smaak. En dan hebben we ook nog een klassieke koffie met melk. Hele leuke textuur. Een beetje meer rekbaar. Zo bijna karamel, maar net niet. Absolute aanrader. Bij jou in de zaak ook te krijgen? Absoluut. Nu niet in deze vorm, de vullingen sowieso wel, maar dit is echt specifiek voor hier bij For Freedom Museum, dat je hier deze ook te krijgen kan krijgen in de winkel. Alle andere zoete bekjes dan maar naar de lippen slaan, hè? Ja, sowieso. Bedankt. Super bedankt. Je hoorde dus daarnet al op de achtergrond voor Freedom Pipes and Drums. Naast mij staat Frankie, de leader of the band. Felicitaties. Prachtige vertolkingen heb ik gehoord. En ik zie ook een 15-koppige band. En ik zie dat ze dus allemaal schitterend uitgerust zijn. Dat is toch wel een monnikenwerk ook, denk ik dan. Ja, dat is een hele periode dat erover gaat natuurlijk. Dat is tussen 2016 dat we dat opgericht hebben. En we zijn met ongeveer 25-tal leden. Leerlingmuzikanten, effectief muzikanten. En we proberen elke week te repeteren en dat niveau te halen dat we vandaag gebracht hebben. Zijn dat, of is dat makkelijk bij elkaar te krijgen? 25-koppige vereniging, het lijkt me niet voor de hand. En zijn die allemaal streekgenoten hier? Goh, ze komen van overal. Er komen mensen zelfs van Limburg repeteren. Vandaag zijn er ook verschillende van Limburg, van Olen ook, die meedoen met onze band. Die eigenlijk wekelijks of bijna om de 2 weken komen naar de repetitie. Die de afstand doen voor naar hier te komen en de repetitie te volgen. Hoe is dat uiteindelijk ontstaan, deze band? Hoe is dat gegroeid? Ja, dat is eigenlijk door mijn schoonvader hier van het museum, die ook een passie heeft voor doedelzak spelen natuurlijk. En die mij in de tijd gevraagd heeft, omdat ik een beetje muzikant ben, zou dat niet zijn voor u, doedelzak. En dat heb ik dan geleerd en gegroeid in eerst als sergeant en dan uiteindelijk als pipe major. En nu geef ik les elke donderdag en maandagavond. Hoe moeilijk is dat, doedelzak spelen? Goh, voor veel mensen is dat moeilijk, voor andere mensen is dat zeer gemakkelijk. Laat ons zeggen, er zijn mensen die dat leren in 2 jaar tijd en er zijn mensen die daar 7 jaar over doen. Gemiddeld moet je zeggen een 5-tal jaren. Dan beginnen ze iets te kunnen. Ik heb prachtige dingen gehoord en gezien. Gefeliciteerd. Dank u vriendelijk. Dank u.